Ik ben Herman Brusselmans. En ik ben Gunter Schepers. En iedere dag geven wij op 8 ongeziene voorbeschouwingen bij het WK in Wedden van Niet. Een heel WK lang voorziet de sympathieke Gunter Schepers u van de scherpste inside-informatie. Uruguay-Frankrijk. Twee ex-wereldkampioenen. Dus Uruguay zijn we al lang vergeten. Was in 1930, 1950. Frankrijk iets recenter, 1998. Dingen die nog niemand weet. Italië, die op het WK een van de oudste ploegen is. Qua leeftijd, qua leeftijd van de spelers, dan natuurlijk, ja. Omdat er toch wel een groot aantal spelers boven de 30 zijn. Maar dat gaan we niet tegenhouden om het ver te schoppen volgens mij in het toernooi. Nooit clichés. Nooit. Nieuw-Zeeland kennen we eigenlijk door de Kiwis. Door de rugby, wat toch wel de populairste sport is, de All Blacks. En aangezien voetbal daar een afkooksel van is, noemen we dan ook de All Whites. Alsof uw eigen sofa de reservebank is. Zo dicht op de feiten. De Hollanders, die, het is echt zwaar, niet schreeuwen als ze wereldkampioen gaan worden. Ondanks de aanwezigheid van de fantastische vier. Robben, Van Persie. Snijder van der Vaart. Ja. Dat is een ongelooflijk gouden vierkant. Geloof het of niet, wij kennen de uitslag van elke WK-match nog voor die gespeeld is. Uruguay, Frankrijk, gelijkspel. Wedden van niet, elke dag op 8.